Hallo jongens, welkom terug op de channel. Leuk dat jullie weer kijken. En we gaan deze week naar Tsjechië voor de Cascada Challenge. Natuurlijk weer wat beelden en impressies van de baan. Verslag van het toernooi. Maar ook een leuk extraatje speciaal voor jullie kijkers. Namelijk live beelden van de laatste ronde. Daarbij heb ik er even een voice-over overheen gezet. Een maat van Tim die al uit het toernooi lag. Die caddyde voor Alexander Knappe. Die wilde graag meerijden naar Praag. Dus nou prima jongen, maar dan drukken we jou even die camera in de hand en dan ga je even wat beelden voor ons maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even in de comments weten zometeen wat je ervan vindt. Vergeet natuurlijk niet op die subscribe button te drukken. Ja, en dan nu op naar Tsjechië jongens. Let's go! In de Pro-Am, hol 15. Ik kan daar laten zien waar het clubhuis is. Een van de meest heuvelachtige golfbanen. Het was een aardige wandeling. En we staan hier zonder team. Kleine miscommunicatie. Wij zouden op hol 13 moeten starten. Vervolgens werd dat hol 15. Toen belden we de Tour Office, toen zeiden ze van nee, het is hol 7, wat 3 kilometer aan de andere kant van de berg is. maar het bleek hol 7 te zijn van de lokale routing wat hol 16 is. Dus dat viel nog mee, dus ons team komt eraan. We moesten alleen even een paar vijfje de heuvel op lopen, dus het valt nog mee. Ja, hol 2. Wij gaan daar naar beneden, over de hoek. Mooi van de Pro-Am in Praag, hè? In Tsjechië. Wat de meisjes. Maar waar we wachten te eten. Ja, schnitzel. Oké, jongens, Pro-Ammetje zit erop. Ik sta hier op zo goed als het hoogste punt van de baan. Prachtig uitzicht over het hele complex. Het is een serieuze hike, veel naar boven en naar beneden. Dus Tim die zal wel de beentjes wel voelen. De baan die ligt er prachtig bij. Ik denk dat ze goede condities hebben gehad. Genoeg water en genoeg warmte, dat het allemaal echt top gegroeid is. De ruf die is hoog en dik, zoals je achter mij kunt zien. En recht zijn is dus zeker belangrijk. De greens die zijn ook mooi als ze net behandeld zijn. Dus de baan die ligt er gewoon helemaal goed bij. Ziet eruit als een goede test. En ik heb zin om er weer tegenaan te gaan. Morgen 13:40 van start. Ik ga zo meteen nog heel even aan de wedges werken. Die heb je sowieso gewoon nodig hier om te scoren. En volgende week in Frankrijk is dat ook belangrijk. En natuurlijk even het put huiswerk doen. En dan zie ik jullie morgen weer, jongens. Let's go! Alright, day one in the books. Bring it. Ja, lekker, jongen. We zijn de laatste flight die de ronde heeft af kunnen maken. Dus we zijn blij. Er kwam wat onweer aan, dus daardoor werden we van de baan gehaald. En uiteindelijk toch best wel lang. Volgens mij nog twee uur of zo. Ja. 2 uur onderbreking. Dus dan moet je weer terug de baan in. En ja, het is toch altijd weer een beetje kloten dan om het weer op te pakken. Daar had ik ook zeker wel even moeite mee. Maar uiteindelijk nog met een mooie birdie geëindigd op hol 9. Dus dat is lekker. En die nemen we weer mee naar morgen. Nou, en dan morgen het goede spel doorzetten. Want er zat genoeg goeds in vandaag. Genoeg kansen gehad. Dus als ik iets beter kan putten, dan gaan we gewoon laag. Laten we daarvoor gaan, maat. Ja,
nog even het restaurant gebeld dat ze nog heel even de buffettafel open moesten houden. We kwamen echt precies op de minuut binnen, maar ze stonden hard te glimlachen van ja, hij is nog open voor jullie. Dus eten en naar bed. Het is 9:45 inmiddels, dus mooie etenstijd. Smakelijk eten, Tim. Camera aan, hè? Ja jongen, no mercy. Quick turnaround. Wat was het? We reden hier 9:15 weg gisteravond. Ja, dus nu. And now we're back. Half acht. Morning start en we gaan weer tegen Havana. Oké jongens, dag 2 zitten we erop. Het was een goede ronde, vooral de frontline goed kunnen scoren. En dat is ook waar deze baan wel om draait. De eerste 10 holes die bieden gewoon veel kansen. Dus als je laag wil gaan, dan moet je het daar zeker gaan doen. Dan holes 11 tot en met 14 zijn denk ik de lastigste holes van de baan. Nou, als je die goed vanaf de tee bent, dan kun je ook daar natuurlijk nog steeds wel kansen creëren. Maar op de back nine was het spel niet super. Dus ja, hier en daar nog een kantje gehad, maar ook niet heel veel bijzonders. En dan is op heel veel holes par prima scoren. Dus uiteindelijk -4. En in ieder geval de aansluiting weten te behouden. En hopelijk dat ik dit weekend lekker laag kan gaan. Ik had best wel last kreeg ik van mijn pols vandaag. Van mijn linker pols. En die heeft het natuurlijk best wel zwaar te verduren. Zeker als je week in week uit zo speelt. Dus ik neem jullie heel eventjes mee in wat ik doe hier qua recovery. Ik zet jullie even neer. Het balletje en de kleine roller. Die gebruik ik natuurlijk normaal gesproken voor mijn warming-up. Om alle triggerpoints mee los te rollen. Maar dat ga ik nu even doen om die onderarm los te krijgen. En vooral hier aan de bovenkant. Dat krijgt het natuurlijk best wel zwaar te verduren. En als dit los is, dan wordt hopelijk die pols ook weer wat beter. En ik heb nog eventjes een serieuze ice bucket om de boel even goed te koelen zo meteen. Dus dat zal geen pretje worden. Maar ik denk wel even goed voor het herstel. Want dit moet geen grote probleem worden. Je hebt het elke dag hard nodig. En we willen natuurlijk niet in de overbelasting geraken ofzo. Dus ik ga dit eens even doen en hopelijk dat het morgen weer beter is. Shoot the lights out het weekend. Ja, maat. Welkom in Jeffy, hè? Lekkere gare Oostbloktent. Ja. Dan moet je hem even nog zo meteen naar buiten meenemen. Wat dan? Terrasje buiten. Hoe het hier echt aan toe gaat. Oh ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk, ja. Ready for YouTube, Robbie. Ready for action, bro. Look at the king behind the wheel. No more in the back under the f***ing suitcases. We found another guy. Zo jongens, welkom op de zondag. En welkom bij de voice-over. Dit is natuurlijk voor het eerst. En leuk dat we dit even kunnen doen. Want die jongen die jullie net in de auto hebben zien zitten, die hebben we natuurlijk even bereid gevonden om een dealtje te maken. Joh, prima. Jij mag meerijden naar Praag, maar dan drukken we jou even die camera in de hand. Dus hier zie je me op de range. Ik begin even met de sandwich in de hand en dan gaan we naar ijzer 8. En hier zie je dat even mijn linkerknie een beetje busted is. Dus dat is wel een teken dat de heupjes nog niet helemaal los waren. Dus even wat extra mobiliteitsoefeningen, zodat ik wat makkelijker in die heup draai. En nog even wat hip hinges erachteraan. Ja, en dan merk je wel dat je toch wel weer wat losser bent. De weken die stapelen zich op. En dan even de wat langere ijzers om mee te eindigen. En dan gaan we naar de 10e tee. Ik start vandaag op hole 10 en normaal gesproken was het best wel een downwind dat je even rescue wil afslaan, maar vandaag was helemaal geen wind. Dus dat werd een houten 3
En right down the middle, spelend met JC Ritchie, goede speler uit Zuid-Afrika. Super aardige kerel ook. En dan hier een sandwich naar de green. Ja, excuse het camera work, want die jongen is natuurlijk ook geen professionele cameraman. Maar ja, het is in ieder geval wat, jongens. Iets te veel links, een beetje teruggespind links van de hol. Uphill putje over. Ja, en wat je hier ziet is wel een klein beetje de story of the week. Dat de greens niet zo heel snel waren, dus het was lastig om de puts echt bij de hol te krijgen. En zeker uphill. Hierdoor naar hol 11. Samen met Tim natuurlijk weer lekker aan de bak. En het was een prachtige dag vandaag. Mooie drive hier midden fairway. Bal boven de voeten. Klein ijsje 9 naar de pin. Ja, wel een van de beste ballen van het toernooi. Hoppa. Zo, dood bij de hol. Ja, ik kan hem zien. Dank u. Mooi op 1,5 meter. En de eerste birdie kans van de dag. Nou, en redelijk straightforward. Dus hoppa. Eerste birdie staat genoteerd. Mooi start natuurlijk. En dan gaan we hier door naar hol 12. En dit is wel een van de lastige holes van de baan. Ook normaal hier best wel wind mee, maar vandaag dus niet. Heel erg windstil en kalme condities. Ja, en dit was not too pretty. Dit was wel een van de mindere ballen. En een beetje een hoek naar links, de bunker in. En een bal waar ik wel een beetje tegen het vechten was. Dus hier een lay-up geslagen naar dit. En nog 102 meter over naar pin. En net iets te agressief, net over de green heen. Dus helaas geen put voor par, maar een chip. Vlag eruit, going forward. En die rolt net over de rand heen helaas, dus dat was alweer een bogey. Nou, door naar hol 13. Lastige drive ook. Normaal gesproken met wind tegen, maar nu dus niet. Dus dat scheelde op die bunkers en rechtdoor midden fairway. En hier 117 pin, gap wedge. Ja, met weinig wind, dan moet hij gewoon dicht bij de hole. En dit was ook zo'n bal die net even te veel naar links ging. Ja, en die wedges die moet je dichterbij slaan. Dus ja, een metertje of 8, 9 voor de birdie. Veel break, want er zat veel helling in de greens. Dus ja, dat was een lastige put. En een tap in parretje. Door naar hol 15. Parretje 5. Attackable. En met een goede drive kun je in 2 voor de green gaan. Boom. En ja, goede banter in de flight ook met de Zuid-Afrikanen. Dus nou, 2,40 over nog ongeveer. Goede houten 3 doorknallen. En die komt uiteindelijk net daar in die bunkerrand voor de green uit. Maar op zich een redelijk goede bal. Een chippy nog over. Redelijk agressief gespeeld. Best wel stijl gestoken die pin. En uiteindelijk binnen 2 meter. Maar deze put die zet ik echt meer dan 1,5 meter rechts van de hol op. Ja, en die breekt nog onder de hol door. Dus dat was wel zuur. Helaas geen birdie. Hierdoor naar hol 17. Houtje 3 van de tee. Net links van die boom mikken die je daar beneden ziet staan. En gebruik maken van de draw die ik heb in mijn slag. En ja, als je hier echt links durft te gaan, dan heb je ook echt korter naar binnen. Waardoor je weer een betere birdie kans kan creëren. Dus ja, hier weer bal boven de voeten. Dus ietsje down the grip gaan. En een driekwart schot. En ook dit was echt wel een ja, goede wedge. Een van de betere ballen van de dag. Mooi op een metertje of 5. En op voor de tweede birdie. Jawel. Just got there. Maar just enough. Ja, dat was wel het voordeel van de footage die we hier hebben. Dat het beste wel hier tussen zat. Want de andere 9 holes die waren niet heel best. Maar daar was Caddy Robbie afgehaakt. Dus was er geen film meer van. Nou, en hier hol 18. Lastige drive. Vervelend tee shot vond ik dit. En
Ja, die moet een beetje over die rechterkant van die bunker heen. En ik druk hem er net ietsje uit. En als je daar rechts in die ruf ligt, dan heb je nog een lastig schot. Uiteindelijk agressief naar deze pin toe, net de green links gemist. En ik dacht, met die chip laat ik er maar eens voor gaan. Want ik heb zo'n beetje alles wel tekort gelaten. Nou, putje voor par nog over. Uiteindelijk maak ik deze dag 71 level par. Voor een 38ste plaats. Dus ja, niet het weekend waar ik op had gehoopt. Maar zeker alweer een solide toernooi waar ik mezelf toch wel weer in positie breng. Ik merkte dat het qua frissigheid niet helemaal meer top was in het weekend. Maar uiteindelijk de 5e plaats op de ranking geconsolideerd. En op naar volgende week in Frankrijk. En laat me in de comments even weten wat jullie van deze Final Round Voice over vinden. Dank jullie wel!